hard to breathe, but that's alright. Hush. Naar elkaar? Ja, een beetje wel. Alhoewel, ik vind wel dat Chelsea... We zijn er zo weer, over een paar minuten. Na de reclame, tot zo. Heel benieuwd hoe Werner het vanavond doet. Niet mijn favoriet, maar je zal zien, scoort vanavond gewoon te direct. Maar terwijl we daarover hadden, zei jij ook... Ik leef ook mee met... Niet mijn favoriet, maar je zal zien, scoort vanavond gewoon te direct. Maar terwijl we daarover hadden, zei jij ook... Ik leef ook mee met... De beker met de grote oren. In het Estadio de Gal. Toen een bijzonder tour van Chelsea. Het Metropolitano. Dat was de laatste Antonio Miguel Mateo Lajos. Na een interland. Zit er wel. In de laatste wedstrijd in de Premier League. Havertz doet er wat lang over. En een rare bal zeg. En die kan erin. Alleen gaat Sterling de... Hij probeert het nog met een hakje. Dat levert een koord. Die opstoomt. En die bal geeft. En... Dwars. Werner. Hier breken ze door. Werner. Krijgt die bal niet lekker. Heeft moeite om die bal voor zijn schietvoet te krijgen. Joël. Kanté. De kleinste man op het veld. Komt daar boven die natie door Sterling. En hier is een kans. En Foden had hem moeten maken. Maar wordt nog dwars gezeten door Rüdiger. 10 titels of bekers gewonnen. En hier is onverwacht. In spelers sinds 2008 dus. Wat hij kan. De bal gaat naar Havertz. Zinchenko goed getackled. Kan doorlopen en daar is Ederson. Die is die kwijt en zo wordt het 1-0 voor Chelsea. En heeft Havertz in zijn 20e wedstrijd eindelijk gescoord in de Champions League.